Het is wel glad. We gaan dus naar een persoon. Man van trap gevallen 5 meter. Ligt op de brug. Dat is hier een brug. Zo'n loopbrug denk ik. En ja, moeilijk bereikbaar. Ik spreek even met de brandweer. Nick. Hey, ik vermoed dat dat die brug is. Die loopbrug. Iets verderop. Ja. Zo is een spreekbaar, geen open wonden binnen liggen in een onnatuurlijke positie, kan niet staan. Oké. Okay. Doe hier links en dan hier zo. En dan ligt daar die brug. Zo. Of hier. User joined your channel. 341 MK Ja, 341 is inmiddels ter plaatse bij de melding. Echter is de 111 ineens weg, dus wilde u graag de andere reguliere ambulance koppelen over? Ja, ik ga de andere ambulance ga ik uw kant opsturen, u bent ter plaatse te vernemen. Hier is het te zien niet, Nick. Ja. Nou, hier is het niet. Even naar die andere brug. Oh, dat is wederom. User was moved out of your channel. Aan de andere kant liggen of zo. Daar? Nee, hierboven hier ook niet. En ik zag ook de brug ook niet. Dus zoek toch. Zit, andere kant van hier. De brug. Oh, wacht, waar? Achter de brandweer onderaan. Waar? Oh, wacht. Want we staan nu bij me. Wacht niet. Oké, okay, ter plaatse, andere ambu komt. Zie je me nu wel? Nou, eens kijken. Oh, daar wordt het eerst voor lang gereden. Hoogwerken voor de afwijzing zo meteen. Ligt hij daar? Hem nu? Hij hoort hier te liggen, maar ik zie hem niet. Zie je me nu? Nee. Nog niet. Of moet je ergens anders? Ga zitten of staan zeg maar. Lig je echt of? Nee, ik sta nu. Oh, nee, wij zien je niet. Nou, ambulance staat nu ook voor mijn neus. Ik zie je niet. Ik geef je nu een duw. Nee. Nee. Nee, dat is gewoon een bug dan. Als je dan moet ik even rejoinen, wacht even. Zet ik even mijn auto aan. Oké. Dan maken we even alles klaar. Ik ben wel 10 keer aan. Burger, mogen we dat vast via deze weg doen? Ja. Oké. Okay. Goedendag meneer, ik ben Wim, ambulance dienst. Oh, ja. Oh. Hallo. Wat is er gebeurd? Ja, ik was aan de trap af aan het lopen, want ja, ik wilde daar naar het strand door de klei uit. Oké, okay. Ik ben uitgeleid. Vanaf welke trei ongeveer? Vanaf hoe hoog? Ja, wel een paar meter hoor. Oké, okay. En waar heeft u allemaal last van op dit moment? Ja, mijn been, ik ben vooral veel slecht aan mijn been terecht gekomen. Ja, die staan nog een beetje in een rare positie, zie ik. Ja. Oké, goed. We gaan dus even wat controles doen en dan gaan we dan toch even meenemen naar het ziekenhuis. Ik kan het zelf niet, want ik ben met de auto. Maar er is wel een collega die zo meteen met de ambulance komt, met het busje. Dus die gaat die dan meenemen, die komt eraan. Oké. Zeg, waar heeft hij op dit moment allemaal klachten aan? Pijnklachten, andere klachten? Ja, mijn benen, mijn knie, mijn voeten. Benen? Ja, en door mijn schouder. En rug? Zou je dat ook of? Ah, niet echt. Oké, okay, dat niet. Oké, okay, goed. Met rug of wel... Oh, kijk, ik had verwacht van wel, maar... Nou ja, als er niet is, is het alleen maar goed, hoor. Ja, daarom. Oké, okay, goed. De hartmonitor zit er aan. Wat zijn jouw vitale waarden? Hartslag? Afslag is gewoon goed. Mm-hmm. Bloeddruk doet iets raars. Ja, is iets hoger dan normaal, maar dat komt meer door de stress. Spanning. Ja, en de saturatie. Zo komt prima. Oké, okay, goed. Duidelijk. En als u de pijn die u heeft, hè, en een cijfer moet geven. 0 is geen pijn, 10 is 6 pijn die u kunt bedenken op dit moment. Ja, mijn verschil per been, echt op mijn linkerbeen.
echt wel 8 en mijn rechterbeen 4. Mijn rechterbeen voel ik ook echt een stukje minder dan mijn linkerbeen. Oké, 103 kun je een vacuumspalken meenemen. 103 hoort mij niet, oké. 5-7 leiding geven aan me. Zeg maar. Heeft voor mij een kort sit-up vraagteken. Slachtoffer gevonden, goed en spreekbaar. Ja, vernomen. Ik ben er. Ik hoor je net te laat. Zal ik even heen en weer lopen? Ja, graag. Oké, doe ik dat even. Nog iets anders wat je moet hebben? Microfoon activeren. Hij moet met de schep denk ik omlaag gaan of iets. Of we moeten kijken naar de brandwoord voor een afwijzing gaan doen. Want hij kan niet lopen. Hij kan nog niet in een stoeltje zitten of zo. Ik pak anders even de schep vast en de splint. Nick, hebben jullie een hoogwerker? Hebben we wel, ik ga het wel even napakken. Vraag even na, want dan wil ik een afwijzing. Nee, je bovenop die brug. Stap even. Oké, voor de burger, daar zijn we weer. Dus aan het ene been een 8 en het andere been een 4, hè? Ja. Oké, goed. En ben je ergens allergisch voor? Nee. Slik je op dit moment medicatie ergens voor? Wat zei je? Slik je op dit moment ergens medicatie voor? Nee, zie je me nu trouwens wel? Ja, ik zie je nu wel. Oké, dan praten we nu weer in game verder. Ja. Goed. Oké, meneer, dan ga ik u een infuus prikken en dan ga ik wat pijnmedicatie via toedienen. Het zal een sterke pijnstiller zijn, zodat wij ook een beetje kunnen bewegen met u en u hier veilig af kunnen halen. Ja, is goed. Je bent dus nergens allergisch voor, slik geen medicatie. Nee. Verleden al breuken gehad of iets? Ja, mijn linkerbeen. Linkerbeen is al gebroken geweest. Is al meerdere keren gebroken geweest. Oké. Ik heb gehoord dat dat dan een wat zwakkere been is. Oké, ja, nee, dat begrijp ik dan. Kom even een prikje, nog niet schrikken. Ja, zolang het niet zoveel zeer doet als mijn benen, dan... Nee, het zal nooit zoveel zeer doen, want het is om pijnmedicatie toe te dienen. Ja, nee, dan komt het goed. Bent u buiten bewustzijn geweest? Nee, niet dat ik weet. Ik heb iedere keer een beetje proberen de bladeren in de gaten te houden. En ik heb gevoel niet meer over. Sluit heel de afschrift even af. Heeft geen zin om deze open te houden, anders ga je twee... En Fus zit erin. Ik ga wat pijnstiller toedienen, een sterke pijnstiller. Daar kunnen u wat duizelig van worden, misschien ook wat misselijk. Als u die klachten ervaart, moet je dat even aangeven bij mij. Negatief 1 uit. Oké. Nou, ik heb splint meegenomen. Ja, goed. Ik ga een afhijzing vragen bij de brandweer. Ja. Gezien wij hier niet te veel moeite gaan doen om hem via al die trappen omlaag te krijgen. En het kan misschien heel handig hier waar jij nu staat even afhijsen. Ja, precies. Ik zal je zo even een ABCDE gaan geven. Is goed. Ik ga eerst wat fentanyl toedienen. 0,32 gaan ze. Ja, zeker met informeren over de beschikbaarheid van de hoge werking van een afhijzing ook. Hey, Albrecht. Kunt u de... Kijken of de hoge werker doorgealarmeerd kan worden in verband met afwijzing. Ja, ik ga kijken wat ik voor u kan regelen. Pijnstiller is toegediend, meneer. Dat is een sterke pijnstiller. Wat ik al zei, je kunt er wat duizend voor worden, ook wat misselijk. Geef het maar aan. Ja, we hebben ik zie wel zeker... een beetje... Wat zegt u? Ik wil wel een beetje misselijk, ja. Misselijk, oké. Dan mag Lucas even voor mij een ampulletje Sofran optrekken. Ja. En dan mag je die per direct gewoon toedienen. Milligram. Over de 1 en de 5. Dan wordt er aangewerkt aan de misselijkheid, meneer. Oké. Lukt het daar beneden? Ja, positief. Weggehaald afgezet daar. Kijk, Luc, ik hoor zo meteen of de hoge werker komt en anders hebben we zo meteen een afwijzing als het uiteindelijk goed gaat. Oké, dan ga ik even met mijn T6 heen werken. Even kijken. Verdere verwondingen, burger, die wij nu zien op het oog? Ja, ben nog niet zeker. Nee. Oh. Oké, goed. Lucas, voor jou. Ik heb een A vrij en een B sufficiënt. Normale saturatie naar mijn ademgeruis bij de zijds. En de C, een iets verhoogde tensie, mogelijk stress, tensie, hartslag normaal. En een saturatie ook normaal. In de D, helder en adequaat pijnklachten aan het linkerbeen, een NRS van 8 en aan het rechterbeen een NRS van 4. Daarbij ook aan de schouder. Je ziet de stand van de benen. Hij is dus gevallen. Daardoor de pijn. Geen allergieën, ampel is gewoon... niks bijzonders eigenlijk. EMV max en AFPU is uiteraard A.
In de E zie ik behalve de benen ook niet zo snel iets. Dus ik wil op dit moment in verband met het dreigende hypothermie, wil ik hem zo snel mogelijk hier weg hebben. En het liefste met een afwijzing, anders moeten we wel heel erg op onszelf ook gaan letten met al die treden vol met sneeuw. Komt ja, precies. Okay, komt hij? Was in ieder geval voorverwarmd. Hij komt eraan. Oké, okay, Ambu komt eraan. Dan gaan wij hem even inpakken met die thermodekens. Of brandweer hoogwerk komt eraan. Ja. En dan gaan we hem daarmee inpakken. Dan ga ik zorgen dat de brandweerman, in dit geval Nick, gaat zorgen dat die hoogwerker met brancard naar ons toe komt. Nick, heb jij mij gehoord? Nee. Kun jij zorgen dat uit de ambulance 141 die er staat, de brancard in ieder geval naar boven wordt gebracht met de hoogwerker? Oké. Okay. Wat we gaan doen, hè? We gaan nu samen met de brandweer, autoladder, hoogwerker, hè, met die kraan, gaan we u via deze opening waar we nu naartoe kijken, gaan we u eruit halen, hier afhalen, zeg maar. Gaat dat wel goed? Ja. Wat zegt u? Gaat dat wel goed? Je gaat gewoon met de brancard en u wordt daar vastgeklikt op het bakje van de brandweer. Oké. Zullen we zeggen dat het veilig is dan? Ja, zeker. Ja, zeker. Anders zouden we het ook niet doen. Hoe zit het nu met de pijn? Ja, het is wel wat minder dan net, maar toen had ik wel een beetje pijn hoor. Dan hang nog maar paracetamol IV erachteraan. Lucas? Ja, meneer, ik ben nu trouwens even aan het inpakken met de dekens. Ja. Het is lekker warm. Het is lekker warm. Ja. Want hoe zit het met de temperatuur, wat merkt u? Ja, het is begin een beetje, ja... Af te koelen, hè? Ja. Ik ga even een sit-rap doen. Ja. Nee, de paracetamol IV is gewoon een pot, zeg maar. Kun je gewoon via een vuistlijn eraan hangen en rustig laten inlopen, rollen klem op de helft of zo. Ja, hang dan. Oké, moeten we die even hoog hangen? Kunnen we anders even hier aan dit ding hangen? Dus, ja, dat komt toch goed. Oké, okay, hou jij hem even, monitor hem even, ik ga even zitten. Ja, is goed. Ah, zeg maar. Excuus, komt ervan. User left your channel. Ja. Nee, AC riep de 34 op dit kanaal. Nou, we gaan ons best doen om deze persoon dus val gehad, meneer. Naar beneden te krijgen samen met de brandweer zoals jullie hier zien. Ja, dat is het fijne, hè. Ik, ja, je kunt daar wel helemaal iemand met moeite van die trap af gaan doen, maar we kunnen hem ook afwijzen. En dan kan hij zonder spoed naar het ziekenhuis samen met de collega. En eerder van de avond genieten. Over de, ja, dat ga je hieruit omdat je te snel van de trap op rolt. Is iedere keer goed gegaan. Zeg maar. Behalve nu. Situatie. Behalve nu. Ja. Niks veranderd. Erg. Oh. Ja, dat is wel balen. Ja. Ja. En wat is uw naam? Pieter. Pieter. Oh, oké. Okay. Nou. We moeten lekker ontspannen blijven. Hey. 341 heeft ja, korte sit. Persoon inmiddels aangetroffen. Goed aanspreekbaar. Benen staan wel een beetje in een rare positie. Waarvoor pijnstiller et cetera is toegediend. Autoladder of de hoogwerker van de brandweer, die gaat zo meteen opstellen voor een afhijzing. En dan gaan wij die persoon onder een A2 transporteren naar, denk, Maastricht. Ja, alles net, loop ik even naar boven. Ja, ik heb dat is vernomen. Persoon goed aanspreekbaar. Benen staan in een rare positie. Hoogwerker gaat opstellen, dan ga je die aan. Doe maar spalken alvast, Lucas. Ja, we gaan spalken. Vacuum spalk eromheen. Ja. Hij is onder. Meneer? En daar komt de brandweer namelijk al. Okay. Meneer, we gaan even de spalk om de benen doen. Ja, oké. Okay. Okay. Kan eventjes pijn doen. Ja, oké. Okay. Ja, de fentanyl zit erin en de paracetamol IV. Dat moet echt meer dan voldoende zijn. Ja. Spalken eromheen, een beetje vacuüm trekken dan. Dan gaan wij de persoon even op de brancard tillen. Wij nemen hem over, Nick en ik. Ja. Ja, wij tillen hem eraf. Dankjewel. Oh, dat is een ik zet hem even hier neer. Oké. Okay. Zitten de vacuümspalken eromheen? Ja. Zitten er eromheen. Goed. Dan gaan wij meneer hier op de brancard over tillen. Goed. Meneer, we gaan u onder de armen en bij de benen voorzichtig vastpakken en op de brancard leggen, ja? Ja, is dat goed voor mijn benen? Want, ja, want die zitten gespalkt dan al. Oké. Okay. Een beetje een moeilijke plek om te scheppen namelijk. Dus ja. We tillen even op. We doen het met rust. Oké. Okay. Als we hem een beetje zo op rechtop zetten, zeg maar, en dan een beetje met de kont op de brancard eerst en dan rustig de rest, dan ligt hij goed.
Oké, collega's klaar? Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes. Oké. Goed, dan mag u rustig gaan liggen. U moet even plat liggen voor zometeen voor het transport met het karretje van de brandweer, of het bakje. Daarna kunnen u wat ons betreft, en kijk mijn collega ook even aan, die gaat transporteren, wel wat rechterop zitten. Oké. Maar voor nu gaan we even naar de brandweer. Naar u even overgeven aan de brandweer. Oké, is goed. Wij gaan zorgen dat persoon in het bakje komt van de brandweer. We moeten niet vergeten dat de paracetamol hier nog aanhangt en we moeten de lifepack ook even erbij doen. Dus het is niet zo handig om die lifepack tussen de benen te zetten, of op de benen beter gezegd. Dus we zetten hem even zo meteen in het bakje. Ja? Doe. Dan gaan we de brancard, als we meneer helemaal hebben ingepakt, met dekens, riemen eromheen, gaan we hem overgeven aan de hoogwerker. Even erin schuiven en dan. Ja. Oké. Ja, goed. Mag hij daarin. Meneer, dan zien we u beneden weer. Oké. Okay. Ja, tot ziens. Lifepack ga ik aan jou geven. Yo. En de paracetamol IV leg ik wel even hier zo op de benen. Oké. Okay. Tot zo. Oh, er komt wat aanlopen. Lucas A2 Maastad. Yes. Prima. Jouw sitrap voor het... Oh, gaat er iets fout? Dom erin naar beneden. Oh. Slachtoffer. Nee. Jouw sitrap voor of de S-bar en zo voor het ziekenhuis duidelijk voor jou? Ja, prima. Toppie. Voor de rest, ja, zo Fran dan nog een ampulletje gekregen, hè? Ja, ja, ja. Voor misselijkheid. Met gewenst resultaat, want ik heb niks meer gehoord. Nee, precies. Ik wil ook even kijken. Top. Doe ik nogmaals sitrap en een bankje over de samenwerking. Bedank ik iedereen hier voor de samenwerking. Ja, nou. Tot de volgende. Kijk, andere deel stond nog hier. Wat voor een andere deel ligt nog hier? Die kwam daar in elkaar. Ik meld hem op vrij. Politie OVD, wij gaan vertrekken samen met slachtoffer richting Maas het ziekenhuis. Zo. Jo. Nou, dankjewel jongens. Dan wordt alles weer vrijgegeven hier langzaam. Oké, wij gaan hier tussendoor. En we gaan meteen door naar een vervolgmelding zitten zien. Go on status ervoor. Yes. User joined your channel. 341 341 slachtoffer gaat met de 103 A2 naar het Maastad en ik ga door naar een melding van een beknelling. Over. Ja, dat is helemaal correct. Ik neem je mee over. Ja, begrepen. Kijkers van nu, deze melding of deze video is ten einde. Ik zie jullie graag bij de video van de beknelling over een paar dagen, over een paar weken, noem maar op. Misschien tussendoor nog even wat politie en zo. Jullie zien vanzelf wel. Wij gaan nu vertrekken, maar voor nu, voor deze video bedankt en tot de volgende video.